3, 2, 1, go. Zo onthulde wethouder Reinier van Danzig nieuwbouwproject Sluisbuurt op het Zeeburger Eiland. Over een paar jaar moeten er ruim 800 jongeren en studenten gaan wonen. En die zijn volgens de wethouder onmisbaar voor de nieuwe wijk. Ik denk dat studenten echt bij het DNA van de stad horen. En hier in de Sluisbuurt komt een hele nieuwe wijk tot ontwikkeling. En dan wil je eigenlijk vanaf het begin studenten erbij hebben. En het is voor studenten ook heel moeilijk een betaalbare woning te vinden. Er komen hier een kleine 800, dus dat is denk ik geweldig nieuws. Terwijl het ook een enorm groen wordt en autoluw. En enorm duurzaam. Dus echt wel een voorbeeldwijk. En naast het studentencomplex komt een nieuw gebouw van Hogeschool in Holland te staan. Het is echt een stedelijke trekker die hier levendigheid gaat brengen. En verder komen alle andere voorzieningen die je in elke wijk zou verwachten. De uitvoering van het project is niet makkelijk. Duo, BAM en de gemeente worstelen met de logistiek en de hoge kosten. Als zoveel partijen vlak bij elkaar moeten bouwen, en u ziet wat voor hoge kranen hier staan en wat voor werkterreinen, dat is ook elke keer weer een puzzel om dat mogelijk te maken. En zeker als er straks ook bewoners en gebruikers komen. Op dit moment is de rente wel enorm gestegen en dat zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om bouwprojecten te laten starten. Dus dat is denk ik extra bijzonder, want het zal de komende tijd ook echt wel even zwaar worden. Als de bouw volgens plan verloopt, kunnen de studenten vanaf 2025 intrekken.